Mekka. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was geboren in Mekka. Mekka is zijn thuisland. Geliefd bij hem. 40 jaar geleefd in Mekka. Als zeer gerespecteerd. Bij iedereen. Hij wordt ook As-Sadiqul Amin genoemd. De betrouwbare, oprechte, allerlei prijzingen die hij had van de mensen. Op zijn 40ste heeft hij de openbaring gekregen. Hij moest van Allah een opdracht uitvoeren. Opdracht is dat hij tegen de mensen: Allah is de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. O mensen, aanbid niemand met Allah of naast Allah of behalve Allah. Allah is de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. Wat heeft hij de mensen gevraagd? Iets goeds of iets niet goeds? Iets goeds. Want als je ziet dat mensen bidden voor een beeld dat gemaakt is van steen. En soms bidden ze voor een stukje hout. En soms, er waren ook mensen die gingen bidden voor een dadel. Een dadel was hun God. Zo was het. De profeet komt en zegt tegen de mensen: o mensen, Allah is jullie Heer. Allah is jullie schepper. Allah is degene die alles heeft gemaakt. Die Allah waar ik het over heb, is de enige die het recht heeft om voor hem te vasten. Voor hem te bidden. Voor hem dit en dit te doen. Dat is de boodschap waarmee de profeet is gekomen. En er waren ook allerlei zaken die er speelden in Mekka. Zoals bijvoorbeeld het rentenieren, riba. Die rijke mensen hadden geld, hadden bezit. Waren de baas. Als een arme persoon komt en zegt tegen hem: leen mij geld. Geef mij een beetje geld. Leen mij. Dan gaat hij hem lenen. Hoeveel tijd heb je nodig om het terug te betalen? 100 euro. Een maand? Hier. Een maand. Na een maand komt die rijke persoon en zegt: mag ik mijn geld terug? Die arme zegt: ik heb het niet. Heb je het niet? Oké. Dan ga ik je 1 maand uitstellen. Over een maand kom ik nog een keer terug. Maar dan ga je niet 100 euro betalen. 110. Er komt 10 euro bij. Na een maand mag ik 110. Ik heb het niet. Ik stel je nog een maand. 130 betaal je. En zo ging het omhoog. Die armen kunnen niet betalen. Zegt de islam: nee, als je 100 leent, moet je 100 terugkrijgen. Dit is wat de profeet heeft gezegd. Vrouwen werden behandeld op een hele slechte manier. Soms worden vrouwen verkocht aan iemand. Soms trouwt een man met een vrouw, heeft geen zin meer in haar, scheiden, terughalen, scheiden, terughalen, scheiden, terughalen. 100 keer, nee, spelletje. Allah zegt: nee, at-talaq 2 keer. 3rd keer als je het doet, ga je niet meer terug. Geen spelletje. Meisjes worden levend begraven. Waarom? Omdat ze een meisje zijn. Allah zegt: nee. Grote zonde. Wa idal mawoodat wa su'ilat bi ayyidin bil qutilat. Waarom? Wat heeft zij gedaan? Wat heeft zij verkeerd gedaan dat ze zo begraven moet worden? Allah. En zo kunnen wij een aantal duisternissen opnoemen waar de mensen in leefden in Jahiliya. De profeet is gekomen met het licht van de islam en zegt: dit is hoe wij het moeten doen. Is het goed of slecht? Goed. Hij zegt: de beste onder jullie, beste in ethiek. Beste onder jullie, beste in omgaan met hun vrouwen. En ik ben de beste in omgaan met mijn vrouwen. Praat over de meisjes, wie deze meisjes krijgt. Hij voedt ze op. Totdat ze trouwen, zij zullen een bescherming voor hem dat zij in het hele vuur komen. Kijk naar de verandering. Dit is allemaal goed. Dat vonden zij niet goed. Dat was een bedreiging voor wat zij deden, het geld wat ze verdienden, ten onrecht.
Want ze kregen geld binnen. Mensen die houden van macht en geld. Die hebben nooit genoeg aan. Die willen steeds meer. Die bedreiging zorgt ervoor dat zij hem niet wilden. We willen jou niet. We willen datgene waarmee je bent gezonden niet. We willen jou niet. We willen niet dat je tegen de mensen zegt, ga goed om met je ouders of zeg la ilaha illallah of dit. Dat willen wij niet. Je moet het ergens anders doen. Ze hebben die waarheid niet geaccepteerd. En ze hebben van alles gedaan om hem te stoppen, te kappen. Ze hebben het ook moeilijk gemaakt voor de eerste moslims. Omdat het tegen hun belangen is. Niet dat zij... Het was duidelijk, ook de mensen wisten dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de oprechte persoon was. Dat hij iemand die met de waarheid is gekomen. Dat wisten ze. Maar alles wat een bedreiging vormt voor mensen, voor hun eigen belangen, voor hun eigen zak, dan proberen ze van alles te doen om hem weg te houden, ver te houden. Dat heeft uiteindelijk geleid totdat de profeet werd weggejaagd uit Mekka. Weggedreven uit Mekka. En iemand die 53 jaar leeft op een plek, en niet zomaar een plek, is niet makkelijk om het te verlaten. Sommigen van ons hebben een kort aantal jaren geleefd in een bepaalde plek in Marokko of ergens. En het blijft bij hun hangen in hun hoofd. Niet dat het de meest mooie plek is of zo, maar toch, dan denken ze, het is toch wel mijn plekje of mijn plek waar mijn ouders. Dit is Mekka, waar de profeet was, waar de Kaaba is, waar de profeten waren. En toen hij weggejaagd werd uit Mekka, zei hij bij Allah, ik weet dat Mekka de meeste geliefde plek bij Allah en de meeste edele plek bij mij. En als jouw volk mij niet hadden verjaagd, dan was ik niet weggegaan. Kijk, dit is een moment van verdriet. Hij kijkt naar Mekka en zegt deze woorden. Dat betekent, dit deed heel veel met hem. Er was een complot om hem te doden in Mekka. Moeilijk voor hem. Hij heeft het verlaten. Hij was zwak. Zwak niet qua iman of zo. Er waren weinig moslims. Die hebben geen middelen om te stoppen. Om ervoor te zorgen dat ze toch bleven daar. Hij kon niet veel mee. Hij is weggegaan. Na een aantal jaren in Medina, de islam heeft voet op de grond gekregen, mensen werden moslim, de staat werd gevormd, heeft hij besloten om terug te gaan naar Mekka. Toen waren zij qua middelen zwakker. Bij zo'n situatie, die is sterk, die is zwak. Meestal de sterken die maken misbruik van die zwakken. Dunia, we moeten kijken naar de praktijk. Wat heb jij te zeggen? Wie ben jij? Wat ben jij? Jij moet het gewoon doen. Klaar. Je mening hou je voor jezelf. Zo'n manier, op zo'n hardnekkige manier wordt de zwakke vaak behandeld gewoon. De profeet komt naar Mekka nu als een sterk eenheid. Gewoon, we zijn de sterken hier. En dan zeggen die mensen, dan zegt de profeet, wat denken jullie dat ik met jullie zal doen? Is een moment eigenlijk van wraak nemen. Zou je zeggen, toch? Want nu kom ik terug naar mijn land, naar mijn stad. Jullie hebben mij weggedreven. Ik laat jullie vandaag zien. Heeft hij dat gedaan? Nee. Omdat zijn boodschap geen boodschap van wraak. Denken jullie dat iemand over wie Allah heeft gezegd, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wij hebben jou slechts gezonden als barmhartigheid voor de werelden, dat hij op dat moment wraak gaat nemen? Nee. Dat is niet de boodschap waarmee Mohammed is gestuurd, sallallahu alaihi wasallam. Hij was geen persoon die wraak zou nemen. Ze zeiden, wat is hun reactie? Even luisteren naar hun reactie. Ze zeiden, een edele broeder. En de zoon van een edele broeder. Het leek net alsof zij precies weten dat hij niet gekomen is om wraak te nemen. En hij heeft die veiligheid gegarandeerd.
in Mekka. Betekent, wie de Kaaba binnenkomt is veilig. Wie zijn huis binnenkomt is veilig. Wie in het huis van Abu Sufyan, wat de grootste vijand van hem was, binnenkomt is veilig. Behalve als iemand zijn geweren pakt en de strijd gaat voeren, ja, dan is het een ander verhaal. Moet je jezelf verdedigen. En terwijl je de sterkste bent op dat moment. Kijk naar het niveau van vergevensgezindheid. Van onze geliefde profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En nu maken wij een stap naar de praktijk, beste broeders en zusters. Want dit is het verhaal. Ik heb het gezegd. Ik heb gezegd, we gaan het verhaal krijgen. Maar wat doen we hiermee? Want bij onze kinderen, onderling, continu gevecht en uitscheld. Bij volwassenen ook. En ze kunnen niet mee omgaan met wanneer iemand hen op een bepaalde manier aankijkt. Of een woord gezegd over hun geloof. Of wie verliest? Jij verliest omdat jij niet weet hoe je daarmee moet omgaan. Thuis ook. Er hoeft maar iets te gebeuren dan weerwoord van die, weerwoord van die. Satan gaat daar een rol spelen. Maar laten we dan anders opstellen tegenover deze zaken. Hier is het bewijs. Abu Bakr radiallahu anhu was een van de meest nobele vrienden van de profeet die rustig was. Maar deze man is vergaan, staat in de hadith. Hij heeft iets gezegd. Er wordt niet gezegd dat Abu Bakr heeft uitgescholden of geslagen. Maar zelfs bij dat terugzeggen van iets stond de profeet op. Hij is weggegaan. Omdat hij dat niet leuk vindt. En toen Abu Bakr vroeg om verklaring, wat zei de profeet? Al die tijd stond er een engel. Op het moment dat die persoon jou aan het uitschilden was, of jou wil beschadigen, stond een profeet jou te verdedigen, een engel jou te verdedigen, o Abu Bakr. En, maar toen jij begon te praten, verscheen ineens de Satan. Als de Satan verschijnt, dan gaat hij proberen problemen te maken. Problemen maken betekent weerwoord, uitscheld, uitscheld, slaan, slaan en dan ga je. Wat zegt de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam? Drie zaken behoren tot de waarheid wie onrecht wordt aangedaan. Iemand doet je onrecht aan en vervolgens omwille van Allah vergeeft, Allah zal hem doen zegen vieren. In plaats van roddelen, het slechte met het slechte weren, het slaan, uitschelden, allerlei zaken, ga je zelf inhouden. Je gevoel sturen. Ik word verdedigd door een engel. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Ik vergeef die persoon het resultaat. Eindresultaat. Waarom? Omdat Allah van vergevensgezindheid houdt. Omdat het gedrag is wat ik moet laten zien op dat moment. En al deze punten moet je op dat moment wanneer je aangevallen wordt. In woord of in iets. Want je zag hoe ons profeet zich ging gedragen bij verschillende incidenten. Nooit gebleken dat hij wraak nam voor zichzelf. Dat iemand hem ging aanvallen. Of hij was beheerst. Hij kon makkelijk zijn gevoel sturen. Van tegenover dit gedraag ik op deze manier. En dat hebben wij nodig. Dat wij ons gevoel kunnen sturen. Een vergevensgezindheid is een mooi eigenschap. Mensen maken fouten. Ook thuis, binnen het huwelijk. Kinderen maken fouten.
vrouw maakt fout, jij maakt fout, iedereen maakt fout. Niemand van ons is onfeilbaar. Zoals jij houdt ervan dat mensen jou vergeven, moet je ook ervan houden dat jij anderen vergeeft, dat je mensen vergeeft. En een van de mooie verhalen die ik naar voren wil brengen, het verhaal van Abu Bakr Siddiq. In het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam, na de hijra, werd Aisha beschuldigd met een hele grote iets. Later, alhamdulillah, heeft Allah haar onschuldig verklaard. 10 versen. Die nog steeds worden gelezen van Surat Noor over die beschuldiging. En het was één persoon die het in eerste instantie heeft gezegd, iets heeft gezegd aan de anderen, hebben het overgenomen en verspreid. Een hypocriet, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, heeft iets gezien en zei iets en iedereen ging het verspreiden zonder te gaan vergewissen. En een van de mensen die daarin is gevallen, in een man die de Abu Bakr bediende, die in dienst was van Abu Bakr. Abu Bakr gaf hem geld, Abu Bakr helpt hem en hij was dus een van die personen die deze leugen hebben verspreid. Een metgezel. Een vrome man. En nadat Allah Aisha onschuldig heeft verklaard, heeft Allah gezegd, wal ya'fu wal yasfahu. Vergeef. Want Abu Bakr zat er ook mee. Dat die man werkt bij mij, praat over mijn dochter. Kun je nagaan? Kijk, in ons dagelijks leven kunnen we dit misschien beter plaatsen wanneer iemand over je moeder praat. Je weet het. Over je vrouw. Of over je zus. Gewoon een vriend van jou. Heeft het gehoord, heeft het gezegd. Zijn zus is dit. Jouw dochter is dat. Jouw vrouw is dit. Is lastig, doet wel iets met je. Dat heeft ertoe geleid dat Abu Bakr eigenlijk die man niet meer wilde in dienst bij hem. Omdat hij over zijn dochter heeft gesproken. Met iets groots. Probleem. Groot probleem. Allah zegt, wal ya'fu wal yasfah. Vergeef. Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Houden jullie niet van dat Allah jullie vergeeft? Iedereen houdt ervan dat Allah hem vergeeft. Toen zei Abu Bakr, ja, ik wil dat Allah mij vergeeft. En vanaf toen heeft hij die man weer in dienst genomen. En hem vergeven. Nadat hij over zijn dochter heeft gesproken. Maar kijk naar dit gedrag. Dit is een mooi gedrag. Dat jij ondanks alles, welk schaad dan ook mensen bij jou hebben aangebracht, dat je toch voor vergeving kiest. In plaats van wraak en wrok en allerlei zaken. Dus wat wij hier leren uit les nummer 1, is mensen vergeven. En wij hebben voorbeelden daarin. Ons profeet, die vergevensgezind was, kijk zijn verhaal, heb ik verteld. Abu Bakr. Met dit verhaal. Maar ook Allah subhanahu wa ta'ala. Die houdt van. Kijk hoeveel fouten wij maken. Dagelijks. En een van de mooiste ahadith. Die ik laatst heb geleerd. Is een hadith. Waarin de profeet zegt. Allah is hayyun satir. Hier zijn twee namen van Allah, waaronder As-Satir. As-Satir, degene die bedekt. Sommigen zeggen Sitar. Sommigen zeggen Sitir. Maar in de hadith, Inna Allah hayyun satir.
Satir betekent hij bedekt. Op de dag des oordeels zal Allah ons praten, zal Allah met ons praten. Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Wij allemaal worden echt aangesproken door Allah. Zonder vertaler, zonder iemand die voor ons gaat vertalen of iets. Dan gaat Allah tegen ons zeggen: O mijn dienaar, je hebt dit en dit gedaan op die dag. Zonden die je hebt verricht. En hij gaat gewoon een zonde benoemen wat jij hebt gedaan op een bepaalde dag. En jij zal het ook herkennen. Die dienaar gaat het wel bekennen en zegt: Ja, Albert, O Allah, ik heb het wel gedaan. Wat gaat Allah zeggen tegen hem? Hij zegt tegen hem: Satartuha alayka fi dunya. Ik heb het voor je bedekt. In het leven. En aghfiruha lak al-yawm. En ik vergeef het je vandaag. Mooier dan dat? Vergevensgezindheid. Hoeveel fouten maken wij dagelijks? Maar toch hebben we van die harde harten. Er hoeft maar iets te gebeuren tussen jou en iemand. En je vergeeft niet. Zegt laat maar. Sommige families. Er hoeft maar iets te gebeuren tussen zus en tante en die en die. Een probleem. En we vergeven elkaar niet. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Dat wij zo'n hard harten hebben. Dat wij mensen niet vergeven. Wat is dit voor hart? Is dit groter dan wat wij doen tegenover Allah, die fouten? Is het groter dan hoe de Mekkanen, de mensen van Mekka, met de profeet zijn omgegaan? Is het groter dan wat de metgezellen? Maar zij waren metgezellen, mensen die vergeven. Dat behoort bij ons ethiek, bij ons geloof. Onze profeet heeft het mooiste voorbeeld gegeven in vergeven. Bij ons, die wil niet met die en die wil niet praten met die. En we gaan niet meer met elkaar praten. Wat is er aan de hand? En als je kijkt, om niks. Familie, oneenigheden, conflicten. Dus de vergevensgezindheid van de profeet was duidelijk van de metgezellen. Maar ook, we hebben te maken met de vergevensgezinde Allah. Die bezit alle vormen van vergiffenis en vergevensgezindheid. Goed, dat is het tweede stuk. Als er een vraag hierover is, dan hoor ik het. Ja. Hier niet, staat geen specificatie in de hadith of die engel die dan jou verdedigt, geldt dat voor een gelovige alleen of ongelovige, die specificatie is er niet. Dat betekent, als er geen specificatie is, dat het algemeen is. Totdat er een bewijs komt die zegt dat het specifiek voor die is of specifiek voor die is. Ja, broeder. Is er een verschil tussen iemand die bang is om te reageren en iemand die bewust en omwille van Allah niks te zeggen? Er is wel een verschil. De vraag van de broeder, is er een verschil tussen iemand die bang is om te reageren wanneer iemand hem aantijgt met iets of uitschilt, en tussen iemand die bewust ervoor kiest om niet te reageren? Natuurlijk is er een verschil. Want iemand die bang is, die wil niet reageer omdat hij bang is. Hij heeft een andere intentie. En de andere, die is bewust. Die wordt daarvoor beloond. Innam al-a'malu binniyat. Jouw intentie is niet. Jij kan reageren. Je kan uitschelden. Jij kan verder gaan. Maar je wilt dat niet doen. Ik kies er bewust af. Je wordt daarvoor beloond. En dat is het verschil. Nee. Ja, Amr.
Is het haram als iemand iets bij je aandoet en je doet het terug? Het is afhankelijk van wat het is. Het is afhankelijk van wat het is. Maar wat is dan beter? Terug doen of vergeven? Vergeven, als je die keuze maakt. Want er zijn ook versen in de Koran dat je bij bepaalde straffen, dat je wel terug kan straffen. In aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Wa la'in sabartum lahu khairul lakum. Dus het is dus afhankelijk. Kijk, als iemand je uitscheldt, dan zeg ik het is haram om terug uit te schelden. Dat is duidelijk. Of te slaan. Nee. Kan ik wel zeggen. Maar als jij de bepaalde iets wil duidelijk maken, of zo, is het wel wat anders. Nee. Ja, broeder. Tot hoever kan je gaan afhankelijk van wat jouw woorden gaan doen. Of ze verandering daarin kunnen brengen. Kijk, als je op straat loopt en iemand beledigt je één keer. Met een woord of zo. Maar als je te maken hebt met één persoon die je steeds een beetje pest. Dan moet je kijken hoe ga je het aanpakken. Kijk, op werkvloer heb je altijd een manager. En dit en dat valt niet onder roddelen. Je gaat naar die persoon, je gaat duidelijk maken, luister, dat is je, ik word steeds hiermee geconfronteerd. En ik wend me nu tot u als werkgever of manager om hier een oplossing voor me te vinden. Het is beter dan dat je met die persoon in tegen gaat. Dus er zijn altijd wegen. Maar wij kiezen voor de juiste wegen. Ja. Nee. Ik hoorde de microfoon van de zusters, Rashid, zeg het maar. Ja, in de hadith, ik heb me beperkt tot dat stuk waar het echt hier om gaat, vergevensgezindheid. In de hadith staat, o Abu Bakr, drie zaken behoren tot de waarheid. 1. Wie onrecht wordt aangedaan en vervolgens omwille van Allah vergeeft, Allah zal hem doen zegevieren. 2. Wie liefdadigheid uitgeeft, in de hoop hiermee de banden aan te sterken. Allah zal hierdoor zijn bezittingen doen toenemen. Sommigen willen wat geld uitgeven aan hun familieleden. En die zwak zijn of die geen inkomen hebben. En daarmee wil hij bepaalde banden aansterken onder de familie. Allah zal zijn bezit daardoor laten toenemen. Wie liefdadigheid vraagt om zich te verrekenen. Sommigen is ook weer een probleem, dat sommigen geld hebben, genoeg hebben, maar ze blijven bedelen, zeg maar, om hun eigendommen te verrekenen, groter te laten. Hier staat, Allah zal hierdoor zijn bezittingen doen afnemen. Nou. Ja? Nog een keer. Ja, is goed. Dus die drie, wie onrecht wordt aangedaan, en vervolgens omwille van Allah vergeeft, Allah zal hem doen zegevieren. 2. Wie liefdadigheid uitgeeft, in de hoop hiermee de banden aan te sterken. Aan te sterken. Allah zal hierdoor zijn bezittingen doen toenemen. Allah zal hierdoor zijn bezittingen doen toenemen. 3. Wie liefdadigheid vraagt om zich te verrekenen. Allah zal hierdoor zijn bezittingen doen afnemen. Als je niet alles hebt genoteerd, noteer straks van je buurman. Bij de zusters is er een vraag voordat we een kleine pauze gaan nemen. Zeg het maar, zuster. Assalamu alaikum, hoort u mij? Alaikum salam, ik hoor je. Ik had het stukje niet meer helemaal meegekregen over de engel en Abu Bakr. Ja. Wilt u dat stukje nog één keer herhalen? Ja.
Abu Huraira heeft overgeleverd dat een man Abu Bakr begon uit te schelden in de aanwezigheid van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die steeds glimlachte en vreemd opkeek. Toen de man ontzettend ver ging met zijn gescheld, zei Abu Bakr iets terug. Waarna de profeet sallallahu alayhi wasallam boos opstond en wegliep. Abu Bakr rende achter de profeet aan en zei: O boodschapper van Allah, hij schold mij uit in jouw aanwezigheid. Maar toen ik iets terug zei, ben jij opgestaan en weggelopen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen: Al die tijd stond er een engel naast jou die jou verdedigde. Dus er was een engel op dat moment die hem aan het verdedigen was. Tijdens het uitschelden van die man. Maar toen jij begon te praten, iets terug te zeggen, verscheen ineens de shaitan. Als de shaitan verschijnt, dan gaat hij in verluisteren. Het kan ervoor zorgen dat het probleem groter wordt, erger wordt. Hij zei: O Abu Bakr, nadat hij dat zei, drie zaken behoren tot de waarheid en die zaken zijn reeds genoemd. Vraag beantwoord, zuster. Ja, dat is duidelijk. En is dit een standaard iets wat bij elk moslim is? Of was het alleen specifiek iets dat de engel alleen bij Abu Bakr stond? Of is dat in elke situatie? Er is geen iets wat het specificeert dat het tot Abu Bakr hoort. Het is standaard. Oké. Okay. Is goed. En dan had ik ook nog een vraag. Ja. Als je als kind continu wordt geïrriteerd of gepest door een ander kind. Ja. Wat adviseer je aan? Adviseer om in eerste instantie, als het op school is, de juf aan te spreken. En tijdens vrije tijd buiten spelen? Of dan is het de ouders van het kind. We moeten gewoon de juiste wegen volgen. En als het niet helpt, je kind verhouden van dat andere kind. Sommige ouders zeggen: als iemand jou slaat, moet je terugslaan. Opvoeding. Als iemand je uitschat, moet je. Het is fout. Maar waar komt het vandaan? Ja, anders wordt mijn kind steeds gepest. Nou, je kan andere wegen nemen en je kind verhouden van het pesten. Op de juiste manieren, islamitisch akhlaq. Ik denk dat het veel gezegd wordt door ouders, van dan sla je terug of dan scheld je. Ja, dat weet ik. Omdat je eigenlijk als ouder zijn bang bent, dat het continu gebeurt. En ja, als een kind een keer een klap teruggeeft of iets wat daarop lijkt, hoop je dat het gepest, dat het gedreigd daarmee stopt. Oké, maar waar komt dit vandaan? Zo'n manier van denken. Waar komt het vandaan? Ik heb geen verklaring nodig. Ik wil weten waar het vandaan komt. Waar wat vandaan komt? Dat je dan terug slaat of terug. Omdat je dan denkt. Dat is een verklaring. Waar komt het vandaan? Bron. Ik heb geen bron, maar. Ja, ik heb wel een bron. Oké, ik ben benieuwd. De Satan. In verluistering. Dat is wat jij denkt. Wanneer komt de Satan bij jou? Als je denkt. De Satan in verluistert als je denkt. Daar gaat hij met je denken spelen. En jou tot bepaalde denken brengen. In plaats van dat jij op dit moment zegt: wacht even, ik ga even iemand met kennis benaderen die mij uitlegt hoe ik hiermee moet omgaan. Die vind je niet zomaar in het spel. Jawel, jawel. Wie zoekt, vindt. Wafiki barakallah. Geen vraag daar? Dan nemen we een pauze volgens de... Sorry. Naam, zeg het maar. Ja,
Ik heb nog een vraag over de inleiding. Ja hoor. De overleveraar van de hadith waarin de profeet een dua deed, dat is een imam moslim, leidt mij naar de goede akhlaq, want niemand leidt naar de goede akhlaq behalve u. Al imam moslim, rahimahullah. Ja, ik denk dat wij een kleine kwartier gaan pauzeren ongeveer. Wat ik zie, wat staat op die lijst? Wanneer? Kwart voor elf? We gaan nu een pauze nemen, want ik wist niet zo hoe. Niemand heeft mij aangegeven. Is goed. We gaan nu pauzeren, toch? Oké, we stoppen een klein kwartier. Na een kwartier komen we terug. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.